Chases on with Bouncy Day Boy using his material of speed. He's gaining extra AP as he runs through. But will be able to make it. Will he be able to use his Buster Blade? Yes, he did! We kennen natuurlijk allemaal wel het tikkertje van vroeger op de sportplaats of op het schoolplein of zo. Ja, en dit is datzelfde, maar dan ook nog eens met obstakels. Chase Tag is eigenlijk een 1 tegen 1 potje tikkertje met obstakels in het midden. Je hebt 20 seconden om de andere persoon in het veld te tikken. Of je hebt 20 seconden om de andere persoon in het veld te ontwijken. Ligt even net aan wat jouw rol op dat moment is. En als dat lukt, dan mag je in het veld blijven staan. En hoe langer je in het veld blijft staan, hoe meer punten je verdient. En uiteindelijk is het team met de meeste punten die wint de wedstrijd. Ik ben zelf een freerunner. En ik denk dat dat wel zijn voordeel met zich meebrengt. Dus er zit een heel ingewikkeld lichtsysteem achter en na 20 seconden kleurt het licht groen. Want dan heb je geïveed, zoals dat noemt, dan heb je ontweken. En als het licht voor die tijd rood wordt, dan heb je iemand getikt en dan houdt het spelletje op. Dus ja, en iedereen speelt wel tikkertje en iedereen houdt wel van tikkertje. Dus waarom niet tikkertje 2.0?